PromptJar kiest mijn TBR video. Ik vind deze video altijd zo leuk om op te nemen. Ik ben weer zo nieuwsgierig wat ik deze maand ga lezen. Voor de mensen die dit misschien voor de eerste keer kijken. Ik ga dus door middel van prompts, dus dat zijn kaartjes, ga ik bepalen welke boeken ik ga lezen deze maand. En ik kies per video 5 boeken uit, zodat ik voor de rest gewoon nog vrije keuze heb als ik nog meer boeken wil lezen. 5 boeken zijn voor mij wel haalbaar per maand. Dus dat lukt meestal sowieso wel. Ik zal eerst trouwens even bespreken hoeveel boeken ik van mijn vorige TBR heb gelezen. Ik heb de afgelopen maand, dus maand mei, echt een goede leesmaand gehad. Van de 5 boeken die ik heb uitgekozen, heb ik er 4 gelezen. Ik zal even een beeld laten verschijnen welke boeken dat zijn. Ik heb er 1 niet gelezen. Die ben ik wel van plan om binnenkort te gaan lezen in een andere video. En ik heb afgelopen maand dus 8 boeken gelezen. Dus ook nog 4 naast wat ik had uitgekozen. Maar wel uit mijn TBR-pakketje. Dat is ook de reden dat mijn TBR-pakketje weer niet zo vol is. Ik heb dus deze maand, even denken, volgens mij iets van 9 nieuwe boeken gekocht. En ondanks dat heb ik nog steeds niet mijn hele karretje vol. Maar goed, zo hou ik het ook een beetje bij als ik sowieso elke maand 5 boeken lees. Ik koop niet elke maand 5 boeken bij. Dus dat is op zich wel logisch dat die nog steeds niet gevuld is. Maar goed, we hebben wel weer lekker nieuwe boeken toegevoegd. Oude zijn er weer uit en ik heb heel veel zin om de boeken voor deze maand uit te kiezen. Mijn voorkeur heeft wel echt feel-good boeken, omdat ik over een week op vakantie ga en ik hou gewoon van feel-good boeken op vakantie. Dus dat is wel iets wat ik graag zou willen pakken. Laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd wat ik deze maand ga lezen. Ik heb hier mijn prompt jar. En oh, ik hoop zo erg dat er niet weer eentje tussen zit wat ik niet heb. Ik heb het tot nu toe in elke video gehad dat ik er eentje had gepakt wat ik niet hier had liggen. Dus laten we hopen dat dat niet weer het geval is. Dus ik heb in ieder geval Nederlandse boeken toegevoegd. Dus dat heb ik. Non-fiction zit erbij. Thrillers, romance. Ik heb echt veel keuze nu wel. Veel verschillende keuze. Ik ga er gewoon eentje pakken. En dat is deze. Oké, spannend altijd. Even kijken. Een blauwe cover. Oh, dat vind ik echt leuk. Blauwe cover. Even kijken hoor. Ja, Once Upon a Broken Heart heeft een blauwe cover. Ja, dit heeft blauw in de cover. Maar dat telt niet, hè? Nee, dat doen we niet. Wel gewoon echt blauw-blauw. Nou, Done and Dusted is wel echt blauw. Blauwer dan dit kan het ook niet. Heartless. Dan hebben we nog The First to Die at the End. Oh, ik heb veel keus voor deze. Oh, de Camino heb ik ook. Oh, en ook nog How to Stop Time. Dus ik heb dus in totaal 6 boeken waar ik uit zou kunnen kiezen. How to Stop Time, dat gaat hem sowieso niet worden. Dat weet ik al. Ik heb gewoon niet zo zin in dit boek op dit moment. Ik vind Matt Haig echt een fijne auteur. Alleen, ik heb daar op dit moment even geen zin in. Omdat er vaak wel wat ingewikkelde dingetjes in zitten. En ik heb dus deze maand heel veel zin in Feel Good. Dus deze ga ik sowieso weer terugleggen. Dan heb ik De Camino. Die wil ik wel oprecht graag lezen. Dat is een thriller van een Nederlandse auteur. The First to Die at the End. Dat is deel 2 van They Both Die at the End. Het eerste boek vond ik echt heel erg leuk. Die heb ik 4 sterren gegeven. Maar deze ga ik ook terugzetten. Want ik wil feel good. En dit is wel sowieso weer set. Dus dit wordt hem ook niet. Ik weet nooit hoe ik dit... Ik leg het even weer random terug hoor. Dit klopt helemaal niet. Zoals net. Maar goed. Heartless is een goede optie. Done and Dusted is ook een hele goede optie. En Once Upon a Broken Heart niet, want ik wil eerst de Caraval serie lezen voordat ik deze serie ga lezen. Dus die leg ik ook even terug. Het valt altijd helemaal onder mij. Het ligt nooit echt goed. Maar goed, het maakt niet uit. Even denken. Alle 3 echt hele blauwe covers. Maar ja, ik denk dat het wel een van deze 2 gaat worden. Omdat ik, zoals ik al zei, heel graag veel goed wil. Dat zijn deze boeken wel echt. Ik vind het heel moeilijk. Want op zich wil ik wel echt heel graag verder met de Chestnut Springs serie. Omdat Merel er super enthousiast over is. En niet alleen Merel, nog meer mensen die ik in mijn comments zie die deze serie heel leuk vinden. Maar ook op TikTok. En de meeste mensen zeggen dus dat deel 2 het leukste is. Dat deel 1 gewoon iets minder is. En ik vond deel 1 niet heel leuk. Maar ik wil wel echt heel graag verder met deze serie. Want ik wil het gewoon een kans geven. Dus dit boek heb ik geleend van mijn zusje. Dus niet mijn eigen boek. Misschien dat ik dit boek wel ga kiezen. Ik twijfel echt heel erg tussen deze boeken. Dus ik ga even allebei de achterkant lezen en kijken wat me het meest aanspreekt. Want ik kan oprecht niet kiezen. Weet je, ik ga gewoon Heartless een kans geven. Ik ga het gewoon doen omdat ik ben gewoon heel benieuwd of dit boek misschien ervoor gaat zorgen dat ik alsnog de serie leuk ga vinden. Dus ik ga gewoon dit een kans geven. Ik ben echt heel benieuwd. Dus het eerste boek wordt Heartless. Ik ben heel benieuwd. Het is dus een romance serie met veel spice.
En daarom vond ik deel 1 niet zo leuk. Omdat ik het gewoon een heel nietszeggend verhaal vond. En het alleen maar om de spice vond gaan. En ik vind spice scènes oprecht wel leuk in boeken. Maar ik moet niet de overhand nemen. Zolang het verhaal erachter heel leuk is en goed is, vind ik het niet erg als er spice in zit. Maar ik moet niet alleen maar daarom draaien. Dus ik ben heel benieuwd of ik wat meer verbinding ga vinden met dit verhaal. Het blijft natuurlijk een romance serie. Dus ik kan er niet van uitgaan dat het opeens een heel diepzinnig verhaal heeft. Maar ik ga dit boek echt een kans geven. Ik ga echt hier heel open in. En even niet meer nadenken over mijn vorige review over Flawless. Dit is wel echt zo'n boek wat je lekker op vakantie moet lezen, vind ik. Helemaal leuk. Ik leg hem even hier, want ik heb niet echt een ander plekje voor die boeken. Tijd voor de volgende prompt. En dat is deze. Me, My of Mine in de titel. Oh, die heb ik volgens mij al een keer gehad. In ieder geval, ik kan me herinneren dat ik deze heb gehad. Alleen ik denk dat ik die toen niet had. Dus dat ik geen titel had met Me, My of Mine erin. Ik moet heel even kijken of ik dat nu wel heb. Volgens mij heb ik maar één boek waarbij dat is. En dat is een Nederlands boek. Dus dat is dan wel in het Nederlands dan even Me, My of Mine. Want hier zit mij in. En dat is waarom heeft niemand mij dit eerder verteld? Ik denk dat ik dit ook wel gewoon kan kiezen dan toch? Ja, voor de rest zijn er geen Engelse boeken met Me, My of Mine in de titel. En dit is ook wel een boek die ik heel graag mee wilde nemen op vakantie. Ik had hem eigenlijk zelfs gekocht voor op vakantie. Dit is een non-fictieboek en ik lees niet echt meer non-fictieboeken, bijna nooit. Maar ik zag het liggen en ik dacht, ik wil eigenlijk wel graag zo'n soort boek meenemen op vakantie. Ook gewoon even weer wat dingen leren en even tijd nemen voor mijn mentale gezondheid op vakantie. Niet alleen maar verdwalen in verhalen. Dus vandaar dat ik dit boek had gekocht. En het boek is er ook in het Engels, maar ik wilde gewoon even lekker voor het Nederlands gaan. Dit boek behandelt dus alledaagse problemen en daar geven ze tips voor en ja, vertellen ze over. Het gaat bijvoorbeeld over angsten, kritiek, motivatie, zelfbeeld, ja eigenlijk van alles en nog wat. En ik wilde het gewoon een keertje uitproberen. Toen ik aan het bladeren was hierin, dacht ik, ja, het zijn korte hoofdstukjes. Daar hou ik van. Ik vind met zelfontwikkelingboeken vaak het veel te langdradig of dat ze elke keer hetzelfde herhalen. Ik hoop dat dat niet bij dit boek is, maar als ik er doorheen blader, lijkt dat niet zo te zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit boek gaat bevallen, want ik lees natuurlijk nooit meer echt non-fictie. Daar ben ik wel mee begonnen trouwens, voordat ik fictie ging lezen. En ik ben ook best wel kritisch op non-fictieboeken. Dus ik ben benieuwd. Ik ga trouwens sowieso een soort leesvlog maken in Sardinië. Ik ga naar Sardinië toe op vakantie. Dus ik ga gewoon lekker een leesvlog maken daar. En vertellen over de boeken die ik daar allemaal lees. Dus alle boeken die ik mee ga nemen op vakantie laat ik in die video zien. Dus dat ga ik allemaal uitgebreid aan jullie laten zien in die video. We gaan alweer naar de derde prompt. En dat is deze. Een TikTok boek. Oké, ik ga gewoon een boek dus doen die heel bekend is. Eigenlijk was Heartless wel echt een TikTok boek. Of dat is een TikTok boek, dus dat kan dan niet meer. Er zijn meerdere opties. Want sowieso is natuurlijk Iron Flame echt een TikTok boek. Dit boek van Abby Jimenez zie ik ook overal op TikTok voorbij komen. Sowieso is deze auteur opeens helemaal bekend op TikTok en op YouTube en zo. Ja, The Housemaid was wel echt zo'n TikTok boek. Maar ik weet niet of het tweede deel echt een TikTok boek is. Ja, ergens wel denk ik. Ik pak die ook even. Sowieso Magnolia Parks. Daar heb ik een heel klein stukje in gelezen, maar toen ging ik andere video's opnemen, waardoor ik niet meer aan het boek toe kwam. En daardoor ben ik dus echt totaal niet ver hierin. Maar ik zou hem wel heel graag nog verder willen lezen. Dat is echt een TikTok-boek, Magnolia Parks. Ik heb best wel veel boeken die echt TikTok-boeken zijn. Maar ik denk, als ik echt even kritisch moet zijn, zijn deze boeken echt allemaal heel erg TikTok-bekend. En ja, Powerful trouwens ook wel, denk ik, toch? Die is wel net nieuw, maar Powerless is echt een heel erg TikTok boek. En Iron Flame ook. Maar die pak ik nu even niet, want die ga ik sowieso niet kiezen. Ik weet niet. Ik voel elke keer niet dat het moment is om Iron Flame te lezen. Ik denk als ik het eenmaal ga lezen, dat ik het wel oprecht leuk vind. Maar daar heb ik nu op dit moment niet zoveel zin in. Dus het moet één van deze boeken worden. Oei, dit wordt heel lastig. Want ik wil heel graag dit boek lezen. Want ik heb net Powerless uitgelezen en die vond ik echt fantastisch. Dus eigenlijk wil ik gewoon gelijk door, zodat ik nog in die wereld zit. Maar ja, is het echt een TikTok boek? Jawel, toch? Ja, ik zie het overal op TikTok. Dit is een TikTok boek. Dan hebben we nog The Reappearance of Rachel Price. En dit is een boek die nog niet super lang uit is. Van Holly Jackson. Zij heeft ook de A Good Girl's Guide to Murder serie geschreven. En ja, dit is een heel bekend boek. Het is niet een boek die ik mee zou nemen op vakantie. Omdat het best wel een dik boek is en onhandig gewoon meenemen. Dus ik denk dat ik deze dan nu even wegleg. Het kan nog wel als optie voor na een vakantie. Ik vind het echt heel moeilijk. The Final Gambit is ook een boek die ik wil lezen.
Dit boek is wat ik wil lezen. Ik kan oprecht niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Ik leg heel even de boeken weg waarvan ik denk, die doe ik even niet. Nou, deze boeken blijven echt niet staan. Blijf staan. Oké. Ik denk dat ik ga kiezen tussen één van deze twee boeken. Ik hoop eigenlijk dat ik één van de twee, als ik die niet kies, alsnog kan kiezen door een andere prompt. Ik ga kiezen voor Powerful. Waarom? Ik heb net Powerless uitgelezen. Ik zit er nog helemaal in. Ik heb gewoon zin om dit boek te lezen. Oprecht heel veel zin in. En het is ook wel een lekker dun boek om mee te nemen op vakantie. En dan heb ik ook even Fantasy. Want die heb ik natuurlijk nu nog niet in mijn TBR staan. En dit is geschreven vanuit Adena. Dit is de beste vriendin van Pedin. En ik ben daar heel nieuwsgierig naar. En ik wil dit boek eigenlijk uitgelezen hebben voor juli. Want in juli komt Reckless uit. En dat is het derde deel. Of nou ja, officieel het tweede deel. Van de Powerless serie. Dus ik ga kiezen voor Powerful. Ik denk doordat ik Powerless zo leuk vind. Dat ik dit boek automatisch ook gewoon leuk ga vinden. Omdat het gewoon in die wereld is. En ik daar gewoon meer van wil lezen. Maar zoals ik al zei. Ik hoop ook Magnolia Parks nog op een of andere manier te kunnen kiezen. We gaan door met de volgende prompt. Ik zie al dat mijn camera minder batterij heeft. Dus het kan zijn dat ik hem zo even moet verwisselen. Maar dat doe ik zo wel als hij uitvalt. Dan weten jullie dat alvast. De vierde prompt is... een boek dat matcht met je nagels. Oh, ik heb echt hele basic nagels vandaag. Gewoon licht roze. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal trouwens nog even de prompt laten zien aan jullie. Een boek dat matcht met je nagels. Dus het licht roze of roze matcht bij mijn nagels. Dit boek past er wel oprecht bij. Kijk maar. Happily Never After van Lynn Painter. En voor de rest... dit past er ook wel bij qua nude kleuren, toch? Ja... en dit is wel echt een heel roze boek. Ik vind dat roze ook gewoon meetelt. Ik denk dat deze drie boeken het beste matchen met mijn lichtroze nude nagels. Ik vind het nu alweer lastig, maar ik denk dat ik ga kiezen voor één van deze twee boeken. De reden dat ik één van deze twee boeken wil kiezen is omdat ik gewoon enthousiast ben hierover. Ik heb deze net nieuw gekocht. Ik heb deze allebei uitgekozen omdat iemand in de winkel deze aanraden. Ze hebben daar gewoon een soort stand staan met allemaal boeken die mensen die daar werken aanraden. En dan zit er een papiertje in. Met een tekstje waarom en waarom ze het boek zo leuk vonden. En daardoor heb ik deze twee boeken gekocht. Het zijn allebei boeken die ik niet ken. En dat vind ik ook heel erg leuk. Gewoon boeken die ik niet vaak voorbij zie komen. En de verhalen spreken me allebei heel erg aan. Alleen dit boek heeft echt best wel een hoge beoordeling op Goodreads. Waardoor ik misschien nog nieuwsgieriger ben naar dit boek. Deze klinkt ook wel oprecht heel leuk. Ik denk dat ik voor deze maand voor dit boek ga. Het boek heet Out on a Limb en het is dus een romance boek. Dit boek gaat dus over een one night stand en zij raakt zwanger en besluit het kind te houden. En dan gaan ze werken aan een vriendschap en ja, proberen om te gaan met het opvoeden en met het ouderschap. Dus als het goed is een friends to lover boek. En ja, het lijkt me gewoon een heel leuk boek voor vakantie. De Goodreads beoordelingen zijn echt hoog voor een romance boek. Waardoor ik extra nieuwsgierig ben geworden. Ik ben hier gewoon heel nieuwsgierig naar. Ik denk dat ik deze ook ga lezen op vakantie. Dan hebben we alweer vier boeken uitgekozen. Het gaat altijd zo snel. Ik ga door met boek 5. Oh, ik heb echt het idee dat ik er heel snel doorheen ga in deze video. Misschien moet ik voortaan meer boeken doen. Want ik heb afgelopen maand natuurlijk 8 boeken gekozen. Misschien dat ik volgende maand er eentje extra of zo pak. Of nu 6 pak in plaats van 5. Dat kan ook. Ik ga even erover nadenken. Ik pak eerst nog even prompt nummer 5. En dat is een boek dat al eerder op je TBR heeft gestaan. Oké. Een boek die al eerder op mijn TBR heeft gestaan... met de video's dan, denk ik. Ik weet wel welk boek dat eigenlijk is. Dit boek, The Mysterious Case of Alperton Angels, heeft op mijn TBR gestaan. Ik ben er 6 in begonnen, maar ik heb hem gewoon nog niet uit. Dus dit zou wel een optie kunnen zijn dat ik die gewoon een keer uitlees. En dat geldt ook voor de Book of Form and Emptiness. Maar ik heb gewoon elke keer geen zin in het boek. Misschien is het wel de tijd dat ik dit boek ga uitlezen. Want ja, ik ben er dus al in begonnen en het gaat over een sekte... en een schrijfster die een boek daarover gaat schrijven. Over een secte van vroeger. En dan gaat ze er allemaal onderzoek naar doen. Ja, blijkbaar gaat ze achter allemaal dingen komen die ze niet zag aankomen. Alleen het is dus op een aparte manier geschreven. Want je leest vanuit interviews, telefoongesprekken, sms'jes.
En niet vanuit haar gedachtegang, zeg maar. Dus niet vanuit haar POV, maar vanuit de communicatie die ze heeft over de secte, haar onderzoek eigenlijk. Aan de ene kant is het natuurlijk wel leuk, even wat anders. Maar ik moet gewoon heel erg wennen aan die schrijfstijl. Het zorgt er gewoon wat minder voor dat ik verder wil lezen. Ondanks dat het wel wat spannende verhaallijnen heeft. Ik ga gewoon dit boek kiezen. Het wordt wel tijd dat ik dit boek ga uitlezen. Ik ga dit boek alleen niet op vakantie lezen. Dus ik denk dat ik dit aan het einde van de maand pas ga lezen. Het wordt wel tijd dat ik het boek ga uitlezen. En misschien gaat het me nog wel verrassen. Want ik denk wel dat er een plot in zit. Dus ja, misschien moet ik daar gewoon nog komen. Ik heb door andere video's het boek ook gewoon een beetje laten liggen, om eerlijk te zijn. Oké, ik heb er nu 5, maar ik ga er gewoon nog eentje doen. Want ik denk dat ik deze maand best wel veel ga lezen door mijn vakantie. Dus ik ga nog 1 prompt extra doen in deze video. En er staat een boek waar je waarschijnlijk van moet huilen. Oh nee, dat wil ik helemaal niet. Een boek waarvan ik moet huilen. Oh wacht, ik laat jullie nog even het briefje zien. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet huilen. Oh, mijn batterijlampje gaat echt branden nu. Ik ga even snel een nieuwe batterij pakken voordat die uitvalt terwijl ik bezig ben. Daar ben ik weer. Oké, een boek waarvan ik moet huilen. Of denk dat ik moet gaan huilen. En dat wil ik helemaal niet. Want ik wil gewoon kriebels voelen in mijn buik deze maand. Ik wil good vibes lezen. Maar goed, ja, een boek waarvan ik moet huilen. Er is denk maar 1 boek waarvan ik denk dat ik moet huilen. Want ik huil niet heel snel bij een boek. Als ik al weet dat het een heel verdrietig boek gaat zijn, dan zorg ik ervoor dat ik het 's middags lees. Omdat ik anders gewoon te gevoelig ben om sommige boeken te lezen. Maar ik denk als ik naar deze boeken allemaal kijk, is er maar 1 boek waarvan ik denk, ja, misschien moet ik daarbij huilen. En dat is The First to Die at the End. Want voor de rest, het kan zijn dat ik onverwachts moet huilen bij een boek, hoor. Dat kan, maar dit gaat echt over de dood en over, ja, dat mensen doodgaan en zo. Dus dat is dan het enige wat ik even zou kunnen bedenken waarvan ik denk dat ik ga huilen. Ik denk dat ik gewoon geen keuze heb. Dit wordt het boek. Maar ja, ik vond deel 1, ik was ook heel erg bang dat ik dat te heftig ging vinden omdat het over de dood ging. Maar ik vond het echt een heel erg leuk verhaal. En ik vond de connectie met de karakters echt heel fijn en leuk omschreven. Dus ik hoop dat dat ook weer bij dit boek gaat zijn. En dit boek gaat dus ook volgens mij over 2 karakters die dus doodgaan die dag. Maar dit zijn dus de eerste mensen ooit die dat te weten krijgen volgens mij. Er staat ook op de voorkant, this is Orion and Valentino. One of them will be the first to die at the end. Oké. Ik denk eigenlijk als ik dit boek ga lezen dat ik het wel heel erg leuk ga vinden hoor. Dat denk ik echt. Ik heb gewoon zoveel boeken in mijn TBR-pakketje zitten waar ik echt veel zin in heb om die te gaan lezen. Maar ja, die boeken komen ook allemaal nog ooit aan de beurt. Deze maand dus The First to Die at the End. Ik ga even alle boeken pakken die ik volgens mijn TBR zou gaan lezen deze maand. Het zijn wel wat minder feel-good boeken geworden dan ik dacht. Dit zijn alle 6 boeken die ik deze maand ga lezen. Ik denk dat ik de onderste 2 boeken dus ga lezen na mijn vakantie. Dan heb ik nog een week ongeveer voordat de maand voorbij is. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. En ik denk dat ik de bovenste 4 allemaal op vakantie ga lezen. Ik ben heel benieuwd, ja, hoe dat gaat bevallen. Het kan zijn dat ik toch nog meer ga lezen. Dan kan ik natuurlijk altijd nog meer feel-good boeken kiezen. Of misschien ga ik het helemaal niet halen. Dat kan ook natuurlijk. Ik denk wel dat dit een leuke collectie is. Ik denk dat hier wel echt toppertjes bij gaan zitten, om eerlijk te zijn. Ik heb helemaal zin in deze leesmaand. Ik weet niet of de video met Merel, ik heb nog een video met Merel die ik nu aan het opnemen ben. Ik weet niet of die al online staat voordat ik deze video online zet. Ik heb met haar ook al een boek uitgekozen die ik deze maand ga lezen. Dus ik heb nog een boek die ik ga lezen die zij heeft gekozen. Die zit hier niet bij. Maar ik weet dus niet of die video al online staat. Dus ik weet niet of ik dat al kan zeggen. Maar goed, anders dan kan je die video kijken natuurlijk. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik vind het altijd heel erg leuk om op te nemen. En dit waren wel wat makkelijkere prompts. Er zat gelukkig geen prompt bij die niet mogelijk was. Zoals de vorige keer. Dus dat was top. Ik heb helemaal zin in de vakantie om daar lekker veel te gaan lezen. Zo veel zin in om daar gewoon even te gaan chillen. En aan niks te hoeven denken. En ik ben ook wel benieuwd, hebben jullie al zomerboeken uitgekozen voor jullie vakanties? Hebben jullie nog leuke aanraders? Laat ze weten in de comments. Want na mijn vakantie komen hier de lekkere dagen er ook als het goed is aan. Dus dan ga ik veel dagen in het park spenderen en ook zomerboeken lezen. Dus als je nog zomeraanraders boeken hebt, laat het even weten. Mag ook andere aanraders natuurlijk zijn. Ik ben heel benieuwd wat ik van al deze boeken ga vinden. Ik zal in al mijn andere boekenvideo's deze boeken laten zien. Maar ik ga een leesvlog maken op vakantie. Dus daar zullen wat boeken van deze TBR in voor gaan komen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En ik zie je snel weer in de volgende video. Doei!